Wij zijn samen met het Nieuwsblad en Flanders Classics op zoek naar een nieuw bloemenmeisje voor de Ronde van Vlaanderen en bij uitbreiding voor alle wielerwedstrijden van Flanders Classics. Anders gezegd, we zijn op zoek naar een meisje dat aan het einde van een lastige klassieker bereid wil zijn om een renner te zoenen, te feliciteren en hem ook de bloemen te overhandigen. Ja, dat kan best. Wel, toen wij hoorden dat een van de bloemenmeisjes ermee ging stoppen, zeiden we tegen elkaar, dit is toch wel een enorm fantastisch evenement, zo'n wielerwedstrijd. We weten dat de voorbije jaren er al maar meer belangstelling is van de vrouwen voor het wielrennen. En hebben we tegen elkaar gezegd, laat ons er eens een heel mooie grote wedstrijd van maken. Finaal hebben 257 dames zich gemeld om hier vandaag uiteindelijk op 10 jonge vrouwen te landen. Waarom ben ik een perfect bloemenmeisje? Ik zit al van als ik naar de pampers zat in de koers. Omdat ik vind dat ik dan sowieso al een beetje de sporen van mijn grootvader dan intreed. Omdat ik dat superleuk zou vinden om die kans te krijgen. Omdat ik heel sociaal ben. Ik ben goed in omgang met mensen. Het is iets dat ik graag zou doen. Het is een droom die zou uitkomen. Ja, ik lach heel graag. Dus. Ik ben niet het typische mismeisje, denk ik. Ik denk dat een bloemenmeisje vooral een goede hostess moet zijn en een beetje een publiekslieveling. Ja, zo lijkt dat ik zeg, ik ken niet veel van de koers, dus ik weet niet zeker wat ze mij dan gaan kiezen. Omdat ik denk dat een bloemenmeisje uitstraling moet hebben. Ik denk niet dat het alleen om schoonheid of zo gaat. Ik ga starten met de eerste proef. Dat is een vragen- en fotoronde. Vandaag is het dus een verkiezing voor bloemenmeisje. Er zijn een paar proeven, waaronder een kustproef. Ze hadden mij gevraagd om zo zeg, model te spelen. Ja, dat is lang genoeg. Dus ze komen het podium op en ze heeft mij een kus en ze heeft mij de bloemen. Redelijk simpel, maar komt er misschien toch iets bij kijken. De tweede proef was een kleine fietsproef, gewoon een wielen monteren en demonteren, dus dat heeft er misschien wel niks mee te maken, maar ik weet niet of er daar veel punten aan voor gegeven worden of niet. De belangrijkste eigenschappen voor een bloemmeisje is dat ze natuurlijk goed kust en ook spontaan overkomt voor het publiek en vooral een spontane lach. Dat dan een beetje de belangrijkste kwaliteiten zijn. We gaan telkens een boeketje afgeven aan iemand en het meisje dat het laatste boeketje krijgt is winnares. Ja, ik ben super blij natuurlijk. Ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik heb mijn best gedaan en kijk, ik ben het nieuwe bloemenmeisje geworden. Ja, het waren 10 leuke kandidaten. Het waren heel mooie meisjes allemaal, ook heel verzorgd. Maar ik denk dat we zeer tevreden zijn van de keuze. Clara sprong er wel uit. Het was heel spontaan, mooie uitstraling. Dus we waren wel unaniem akkoord uiteindelijk. Ik denk de eerste keer dat ik op dat podium sta en dat ik de bloemen mag afgeven. Ik denk dat ik toch wel de nacht ervoor niet zoveel ga slapen, dat ik toch wel zenuwachtig ga zijn. Maar ik kijk er heel erg naar uit.